voor jou soms wel een eentje rijden om door het land heen te toeren. Ja, dat was echt 4 uur rijden. Dus straks weer 4 uur terug. In totaal 8. Dus dat is best wel veel. Wij dachten dat we wat gewend waren. Want we treden heel veel op in Brabant toch wel. Maar dit is nog wel een uurtje verder. Zangerines, daar zal je wel heel vaak gevraagd zijn van, wat vind je daar nu van? Ik blijf erbij. Kijk, het was een fan van mij en ik vind het een hele lieve jongen. En eigenlijk, ik gun het hem van harte hoor. Ik had nooit gedacht dat het zo'n hype zou worden, dat hele nummer. Want het nummer dat bestond al 3 jaar terug, kwam hij al bij mij met dat nummer. Maar opeens werd het zo'n hit. En ik gun het hem. Het is een beetje een schunnige tekst, maar ik vind het niet zo heel erg. En ik bedoel, dankzij hem kennen meer mensen ook mij weer. Want die vragen zich af, die mij niet kennen, van wie is dan die Marloes waarover die zingt. Hè? Zo haal je toch ook weer wat leuks eruit. Ik heb nou mijn tweede album net uitgebracht. Daar zijn we al een poos mee bezig. De laatste instore hebben we 3 weken terug gehad. Is heel goed gegaan. Hij heeft in de top 100 gestaan een aantal weken. Waar ik heel erg blij mee ben natuurlijk. Nu gaan we binnenkort weer aan een nieuwe single werken. Een single die ik echt helemaal zelf ga maken nu. Ik heb hem zelf geschreven. Het is wel een cover, maar het is mijn eerste nummer die ik zelf heb geschreven. En ik ga nu ook zelf de studio's uitzoeken. Ik wil alles gewoon nu samen met mijn vriend, mijn manager, samen doen.